ik wil gewoon makkelijk hebben en Simon snapt er geen hol van. Dus ja, dan noem ik mijn rival maar gewoon Simon. Hallo mensen van GamersBay, welkom bij een gloednieuwe video. We zijn hier met Pokémon Fire Red Rompie. Want we gaan een Shuffle Lock doen. Nou denk je, wat is een Pokémon Fire Red Shuffle Lock? Dat ga ik je uitleggen. Het is eigenlijk gewoon een Nuzlocke. Er is alleen één extra regel. Dat is na elke gym badge wordt je team geshuffled. Ik jump hier eventjes in. Er is namelijk één probleem met de uitleg die ik nu geef. Dat je dus een nieuwe Pokémon in een route vangt. Want dan kom je heel snel op de dupes class uit. Als je voor elk Pokémon in je team een nieuwe Pokémon mag vangen. En dat is de hele tijd je route 1 encounter. Dan heb je last van de dupes class. Dus ik heb hier wat in de uitleg geknipt, omdat het dus niet helemaal is hoe het gaat worden. Het wordt gewoon opnieuw gerandomized. Dus ik pak gewoon een random nummer generator en dan komt er een nieuwe Pokémon. Ik haal het later ook nog een keer aan. Een andere regel is dat je altijd dezelfde stage Pokémon krijgt. Dus bijvoorbeeld heb ik een Magikarp en ik randomize hem zodat het een Blastoise wordt, dan krijg ik een Squirtle. Want dat is dezelfde stage. Nou, zo werkt het ook met tweede stage en last stage. Het is een soort zelfbedachte locktype. Dus ja, er zijn nog wat foutjes en zo waar ik eerst niet rekening mee had gehouden. Dus vandaar dat ik dit toch eventjes zeg. Het wordt denk ik wel duidelijk als we bezig gaan. En ik noem mijn rival dit keer Simon. Meestal noem ik hem Milan, want Milan speelt zelf ook Pokémon. Maar fuck dat. Fuck dat. Ik wil gewoon makkelijk hebben en Simon snapt er geen hol van. Dus ja, dan noem ik mijn rival maar gewoon Simon. Lijkt me een slim idee. Ik hoop zo dat Simon dit kijkt. Vind ik grappig. Hij gaat me vast haten wegens die zinnen. Maar dat maakt niet uit. Oh, ik hoop... Oh nee, wacht, we hebben geen running shoes. Ik dacht al van... Ja, volgens mij had ik ingesteld dat ik indoor kon rennen. Maar dat klopt ook. Dus we gaan nu starters krijgen die we later weer in moeten wisselen. Dus ja, zo erg... Heel chill is het niet. Oh ja, ik moet echt niet de speed-up in deze game gebruiken. Behalve in battle. Want het is gewoon kut. Daarnaast wordt de audio ook kut. Dus is het nog steeds kut. Maar ook in battle. Maar ja, buiten battle is het gewoon niet te lopen, joh. Het is gewoon niet te lopen. We moeten gewoon eventjes heel snel die bike krijgen. Dat is het. Het aantal gym badges staat dus nu in de layout. Omdat je dan kunt zien hoe vaak is mijn Pokémon team geshuffled. En de devs staan er natuurlijk op. Want... Zo gaat het nou eenmaal. We hebben een Xatu. Oké. Een Jumpluff. Oké. En een Azurill. Oeh. Ik zit twijfel tussen Xatu en Azumarill, maar... Nee, ik ga toch gewoon voor Azumarill. Fuck it. Ik noem hem dan dus ook Milan. Want ja, dat is gewoon logisch. Tuurlijk noem ik me... Oh, met dubbel N? Ja, sure. Nee. Dubbel N. Oh, heb ik hem nu allemaal N's gegeven? Of heb ik hem nu 1 N gegeven? Ik wou dus eigenlijk 2 N's, maar... Dit mag ook. Oké, let's go. Please zeg me dat we een goede damaging move hebben. Morgan. Ja, nice. Ik weet niet of Xatu dus goede damaging moves heeft. Dat gaan we nu zien. Als we ingemaakt worden, dan wel. Ik hoop dat de muziek trouwens niet te hard staat. Ik vind het nog aardig luid staan voor mezelf, maar... Tja, dat is voor mezelf. In opnames kan het soms nogal eens minder hard klinken. Eye of Pack. Oké, dat is op zich een redelijke aanval. Nou, we doen nog zo'n water gun en ondertussen ga ik ook eventjes zo'n water gunnen. Of nou ja, water tank is daar eigenlijk meer, hè. Oh, gaan we nu verliezen? Ah, fuck man. Mijn leven. Maar we hebben nog geen pokeballs, dus we hebben natuurlijk ook nog niet verloren. Dus dat is heel chill. Nou, nu moeten we naar Viridian City. Ik zat nog te twijfelen tussen deze game en eigenlijk Diamond and Pearl. Omdat in Diamond and Pearl zit ook de Pokémon van Diamond and Pearl. Ik zat te veel te twijfelen en toen dacht ik, weet je, er komen ook al van die remakes binnenkort uit. Dus misschien moet ik nu niet te veel Diamond and Pearl spelen. Aan de andere kant, boeien. Een randomizer is toch net iets anders dan de remakes, waarschijnlijk. Deze gast, krijg ik hier niet zo'n potion van? Volgens mij wel, jawel. Ja, yay. We zijn behalve Diglett nog geen Pokémon tegengekomen. Oh, nog een Diglett. Nou ja, dat is op zich oké, I guess. Nou, dan gaan we eventjes heel gauw. We lopen zo traag in deze game, hè. We gaan eventjes zo'n parceltje pakken. Krijg je dan... Nee, dan krijg je nog steeds geen Pokéballs. Je krijgt pas Pokéballs als je terug bent bij Professor Oak. Alhoewel, volgens mij kun je ze hier nu kopen. Oh, nee.
kan niet. Volgens mij is dat dan in Red en Blue is dat. Dan kun je ze, krijg je ze niet van Professor Oak. En dan moet je ze eigenlijk zelf kopen. Dus dan kun je eigenlijk hele game solo runnen als het ware. Als Nuzlocke. En dan op het eind eventjes een hele hoop Pokémon vangen door de dinges. En dan, ja, dan kun je ze mooi sweepen. Maar ja, dan moet je aan de andere kant. Moet je dat willen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Daarnaast heb je dan ook nog eens een hele grote kans dat je een Pokéball vindt. Geen randomizer doet, ja, dan gaat dat niet helemaal op. Maar dat doet het niet. Een Smoochum. Oké, ik hoop dat we die Diglett krijgen. Alhoewel, ja, als ik die Diglett krijg voor de eerste gym. Is misschien niet heel chill, want dan mag ik hem dus niet opnieuw vangen. Want dat is doopsglas. Dus misschien moet ik haast die Smoochum eerst willen. En dan kan ik daarna de Diglett pakken. Maar goed, we moeten nog eventjes kijken hoe het loopt. Ik zat ook nog te twijfelen om te randomizen. Dus dat ik gewoon van gen 1 tot 3 en dan in een randomizer gooi. Misschien dat dat wel beter werkt. Want nu ga je heel snel krijgen dat je dezelfde Pokémon toch weer gaat kopen. Of vangen, bedenk me nu. Daar had ik beter over na moeten denken. Ik heb deze Locktype ook niet ergens op internet gevonden. Ik bedacht gewoon zelf van, hey, dit is leuk. Waarschijnlijk gaat het dus toch iets veranderd worden met de regels die ik zo net heb uitgelegd. Het is nu al zo chaos, jee. Tja, dat is als je een lock voor het eerst doet. Ik denk dat we dat wel gewoon doen. Dat er gewoon mijn team gerandomized wordt. Dat lijkt me handiger. We hebben hier een encountertje natuurlijk. En dat is... Het is een Spoink. Oh, die kan niks. Oh, wat leuk. Oh, wat fijn. Nee, die kan echt niks. Hebben we nu... Pokeballs, hè? Ja, dat is... Jammer, want ik had beter misschien eerst kunnen trainen. Spoink is wel makkelijk te vangen. Hij kan niks. Ik bedoel, hoe moeilijk kan hij dan te vangen zijn? Said it. I said it. Nou, ik wist het. Ik wist het. Nee, zo gaat dat liedje niet volgens mij. Spoink, oké. Hoe noemde ik maar Spoink in mijn Diamond Nuzlocke? Ik noemde hem daar Jumpy, dus we noemen hem nu weer Jumpy. Ja, waarom niet? Waarom niet? Jumpy. Sorry dat je dat moest zien. Ik hoop dat jullie me vergeven. Ik zou mezelf niet vergeven als ik eerlijk ben, maar... Hè, dat is... Nou, deze Diglett gaan we eventjes gauw verslaan. Dat is een easy killetje. Zo, nou, nog zo'n Diglett. Dat kunnen we ook makkelijk verslaan. Misschien nu we weten dat hier weinig Pokémon zit. Goede Pokémon bedoel ik. Oeh, hij heeft een item take. Een TM. Oh. Welke? Dragon Rage, what the fuck? Ah, jammer, het werkt niet op die mensjes. Dat is jammer. Oké, maar omdat hier dus weinig goede Pokémon tot nu toe zitten. Oké, never mind. Denk ik, ja, we kunnen hier best wel goed trainen. Toen werden we gelikt en geparalyzed. Jongen. Ik moet ook nooit zoiets zeggen. Oh, zo'n Aerodactyl. Ja. Ik vind het eigenlijk wel kut dat we Jumpy hebben. Want Jumpy heeft alleen maar Splash. Echt, volgens mij totdat hij evolueert. Heeft hij alleen maar Splash, dus we hebben eigenlijk niks aan hem. Ja, ik weet niet of het waard is om Jumpy te levelen. Hij krijgt wel op level 7 zo'n Psy Wave. Dus die doet verschillende aantal damage. Oké, het is iets. Weet je, we gaan hem toch waarschijnlijk snel shuffen. Omdat we natuurlijk redelijk snel tegen Brock moeten vechten. Ja, we did it. Zo, ik heb eventjes getraind en jeetje wat levelt Milan slow zeg. Ja, ik had verwacht dat het wel iets sneller zou zijn eigenlijk eerlijk gezegd. Maar dat maakt niet uit. We hebben nu één Pokémon van level 7 en eentje van level 8. Met alle twee damaging moves, wat ook wel handig. Dus ja, dan kunnen we denk ik door. En dan kunnen we nog zo'n Pokémonnetje proberen te vangen. Hoe meer Pokémon, hoe meer er ook gerandomized wordt natuurlijk. Big Mushroom hebben we niet zo heel veel aan. Alhoewel, misschien kun je die voor geld kopen. Laten we hier eventjes zo'n Pokémonnetje vangen. Een Snubbull! Ja, he back! Rex is back! Alleen hij wordt gerandomized, bedenk me net. Maar Rex is back, boys! Rex is back! Ja. Oh, wat mooi. Wat een held was dat. Oh, een crit. Nee. Oh, nou. Rex is niet back, boys. Zo blij. Met zo'n dode mus.
Of door je hond in dit geval. Catching tutorial. Kun je me die eens laten zien? Oh, zo'n polyref. Polyref? Polywhirl stond er, Sander. Ik ga nu alweer ziek veel met de... Met de speed-up. En dat is in deze game heel irritant met het geluid. Dus ik weet niet waarom ik dat doe. Waarschijnlijk omdat de game super traag is. Dat is op zich wel een dingetje, ja. Laten we zo'n Pokémonnetje encounteren. Een Koffing. Oké, op zich, ik moet niet zalt zijn. Ik bedoel, een Koffing, het is iets. Ik denk, op zich, ik gebruik eigenlijk nooit Koffing en Weezing. Dus misschien moet ik niet zo heel negatief zijn. Pokeball, ja. We hebben ook niet echt veel anders. Het is niet alsof we al Great en Ultra Balls kunnen kopen. 1, 2, 3. Ja hoor, we hebben hem. Oké, we moeten nu wel oppassen met Milan. Grimer en Koffing? Wat? Waarom staan die naast elkaar? Het zijn toch geen evoluties? Wacht, ik heb toch niet evoluties gerandomized, hè? Ik noem hem Koffie. Vind ik een mooie naam voor een Koffing. Oké, we moeten wel eventjes snel naar Pokécenter voordat Milan doodgaat. Want dat willen we echt niet. Die is het hoogste level natuurlijk, hè? Dus dat is een oever als dat gebeurt. Maar goed, we hebben het overleefd. Daar gaat het uiteindelijk om. Het is wel echt jammer van die Snubbel. We hadden gewoon 5 Pokémon kunnen hebben. Maar nee, het mocht niet zo zijn. We mochten Rex niet opnieuw krijgen van de game. Very sad face. Oké, we gaan door naar de Viridian Forest. Oké, volgens mij was hier... Als je hier dan links ging, was er zo'n Pokéball. Ja, en die zijn gerandomized. Een Elekid. Oké, normaal zou ik hier best wel set om zijn, want die zijn heel lastig te evalueren. Maar dat valt wel mee. En daarnaast... wordt hij toch gerandomized. Dus op zich is het wel gunstig. Het is sowieso gunstig om in deze lok alles te vangen. Want alles kan weer gerandomized worden naar iets heel goeds. Daarentegen kan het ook gerandomized worden naar iets heel slechts. Maar goed. Oké, waarschijnlijk is deze gast moeilijker te vangen. Ik had eventjes pokeballs moeten kopen, bedenk me net. Waarom ik daar niet eerder aan gedacht heb, ik heb geen idee. We gaan ons laatste pokebal gebruiken. Please, Elekid, sit. Please. Ah, aardig doen werkt niet. Ik had het gemeen moeten doen, sowieso. Nou ja, we gaan hem wel eventjes neerhalen. We hebben nu, ik druk steeds op X, omdat... Ja, X is normaal gesproken... In DS games het menu. Maar nu is dat start. Er zat geen X op de GameCube. Dus ja. Of GameCube. Wat zeg ik nou? En Game Boy Advance. Dat bedoel ik. Ja. Oké. Ga jij eventjes poison worden? Ja. Dankjewel. Oh, misschien had ik dat beter zo net kunnen doen. Toen ik hem wil vangen. Alhoewel, dan zit je er wel een timer op. Aan de andere kant. We hadden toch maar 3 pokeballs. Dus ik denk dat we met Jumpy hem wel kunnen... Killen toch? We zijn wel 3 levels hoger. Oh, mist. Wat doe je? Jumpy, wat doe je? What the fuck? Oké. Op zich. Ja, het gaat wel goed. Het gaat wel goed. Oké, doe maar zo'n tackle. Ik denk dat we een Clefable wel aan kunnen. Oh nee, even maar 1 koorn. Precies toen ik poison powder deed. Nou, dan gaan we. Naar Jumpy. Zo, en nu is hij wel neer, gelukkig. Ah, nog meer Pokémon. Ik wil ze wel verslaan, want dat geeft XP of zo. Heb ik ooit een keer gehoord. Is mij op internet gelezen. Hoeveel doet dit? Oké, dat was risky. Als dat een crit was, dan was ik dood. Dat was niet zo slim. We gaan Koffing ook gauw uit de eerste positie wegzetten. We kunnen ook gewoon een potion gebruiken, maar nee. Sander is zuinig. Oeh, een kick. Ja, ik ga runnen. Ja, dat lijkt me verstandig. Oké, dan gaan we terug naar dat Pokécentrum. Ja, kom maar hier. Oh, zo'n Torkoal, ja. Kom maar hier neer. Helemaal kapot maken we die Torkoal. We maken hem in gewoon. Ook een Torkoal hebben we ook gehad in Black natuurlijk. Niet veel gebruikt, maar... Sterker nog, helemaal niet gebruikt zowat. Ja, nou ja, weet je... Je kunt niet elke Pokémon gebruiken. Fluffy Tail. Oké. Nou, we gaan de eerste trainer bevechten. Volgens mij... Ja, we hebben natuurlijk een Water-type. Dus we kunnen sowieso deze trainer bevechten. Als je deze trainer is namelijk de eerste trainer.
Maar als je een ghost type hebt en jij hebt alleen maar normal, dan kun je hem natuurlijk niet verslaan. Dus dat hebben we gelukkig niet, dat probleem. Zo'n dubbel. Nou, we gaan gewoon poison gas. Ik denk dat we wel één hit kunnen overleven. Doel, ze zijn maar één level lager. Het is wel step. Als hij eventjes niet mist. Ja, dankjewel. Dankjewel, koffie. Dankjewel. Echt, ik hou van koffie. En ik ben niet de enige, volgens mij. Ja, we kunnen naar Milan. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat we anders moeten doen. Zeg maar, Jumpy is maar één level hoger, dus dat vind ik iets te risky. Of wat doet dit? Kijk, dat doet helemaal niks. Oké, tackle. Ga niet missen, gast. Hoe kan je überhaupt missen met tackle? Tackle heeft toch gewoon 100% accuracy. Oh, Icy Wind, never mind. Attack fail, doe eens niet. Doe eens niet. Alhoewel, we hebben hem toch dood. Als we hitten. Ja, we hitten. Gelukkig wel. Volgens mij heeft deze gast heeft wel direct twee Pokémon, of niet? Weer zo'n water type. Ja, ik ga eerst koffie wel eventjes inzetten. En dan ga ik Pokémon switchen en dan naar Milan terug. Whirlpool. Oh nee, nu mogen we niet switchen. Sad face. Oké. Trapped in een vortex. Dat is wel kut. Oké. Oh, tackle doet aardig veel. Niet als hij Iron Defense gaat doen. Oké, never mind. Gaat hij nog een keer Iron Defense doen? Gast. Oh, ja, nee. Ik denk dat hij... Oh nee, hij heeft Whirlpool. Dus hij heeft wel attacking move. Ik kan net zeggen, ik denk dat hij geen attacking move heeft. Hij kan niet zoveel doen, dus ik... Ik voel nog niet echt het nut van healen at the moment. Moeten we wel oppassen, want we zijn natuurlijk wel gevortext. Dus ja, dat is wel redelijk gevaarlijk. Toch wel, ja. Deze man helemaal niet. Helemaal kapot gemaakt. Het hier volgens mij in de forest ook ergens. Ik heb hem dus eventjes geheeld, zoals je ziet. Dus ja. Ik heb geen potions gekocht trouwens, bedenk me nu. Maar als het goed is, heb je in deze forest ook een trainer met 6 Pokémon. Want ja, het zijn toch alleen maar bug types. Totdat je gaat randomizen. Dat is minder grappig. Toch wel. Oeh, level 7. Ja, we doen weer poison gas, want dat vind ik wel een goede tactiek eigenlijk. Leeg, hoeveel doet dat? Oh, dat doet niks. Dat doet niks. En wat heeft een Lickitung nou nog meer? Lick is wel zijn move. Oké, wij doen ook niks. En hij doet supersonic, nog meer reden om te switchen. Ik had al reden om te switchen, nu nog meer. Bedankt, Lickitung. Pokémon. Het gaat hier om de uitdaging. Ja, nee, het is wel zo. Het gaat altijd om de uitdaging, boys. Heb ik geleerd voor Pokémon. Dus dan moet het wel, hè. Doe maar zo'n waterkunnetje. Ja, lekker, baby. We gaan heerlijk. Sidra. Dan gaan we gewoon naar Koffing toe. Koffie, sorry. Sorry voor het niet gebruiken van je naam. Poison gas. Bubble. Hoeveel doet dat? Dat doet redelijk veel. Ja, ik wil wel met Koffing eigenlijk inblijven. Want ik denk dat we met dingetje niet veel gaan doen. Oh, smokescreen, nee. Moet dat nou, Sidra? Moet dat nou? Oh, gaat hij nou ook nog mijn defense omlaag brengen? Oké, nog één keer. Smokescreen, nou dat is ook... Ja, dat is ook kut, eigenlijk. Ik wou zeggen dat is oké, maar toen dacht ik... Nee, wacht. Wow, wait, Sander. Hold up. Dat is niet oké. I fought a good. Nee. Oké, dat viel mee. Ik denk dat ik ga healen. Ja, ik ga dat doen. Ik ga hier. Tactische heal dit, denk ik wel. Als hij nu een crit heeft, dan ben ik denk ik wel dood. Nee, hij deed 7 damage, dus dan 14 zaten we nog 10 HP. Dus oh, dat is wel goed. Dat is wel oké. Zo'n Tauros, kijk. Die doen we mooi met Milan gewoon. Ondanks dat hij paralyzed is. Boeien. Oké, tackletje, dat doet niet zoveel. Watergun doet wel veel. Oh, dat viel tegen. Dat viel aardig tegen. Is het nou wel zo'n bulky motherfucker? Ik weet het niet. Vertel jij het maar. Nee, ik weet het oprecht niet. Dus please, tel me in de comments.
Je kan het ook gewoon even zelf opzoeken, maar daar ben ik dan weer net te lui voor. Ja. Nou, we hebben hem verslagen. Dan denk ik dat ik hierbij ook de aflevering afsluit. Want we hebben alweer aardig lekker lang met Pokémon zitten te spelen en te vechten. Dus ja, dat met Pokémon spelen komt er toch iets anders uit dan dat ik had gehoopt. Ik ga nog even potions kopen en dan volgende keer komen we waarschijnlijk wel bij de gym, denk ik. En dan gaan we dus ook meteen ons team randomizen. Dus ik heb eventjes 5 potions gekocht. Dan kunnen we voor voorlopig in ieder geval eventjes tegenaan. Dan bedankt jullie voor het kijken. Vond je dit nou zo'n leuke video? Waarom doe ik dit ineens met deze hand? Ik heb geen idee. Maar vond je het een leuke video? Doe dan een blauwe duimpje omhoog. Zo niet, vertel even waarom. En zie ik jullie de volgende keer. Nu wel weer met mijn goede hand. Laters!